mag ook zeggen, door het gemeentebestuur namens de Amsterdamse bevolking, van harte geluk te wensen. De eer van Amsterdam en ook de eer van het schaakspel, het edelste dat de wereld ooit heeft voortgebracht, heeft weten hoog te houden. Oh, zo, Hector, beneden mijn taak blijft, wanneer je niet tegelijkertijd de tegenstander, al je namens het gemeentebestuur, ook grote dank verschuldigd bent. Dames en heren, ik ben eigenlijk nog helemaal beduust van het feit dat de wedstrijd op het ogenblik plotseling uit is. Want als u de partij gevolgd heeft van de laatste zetten, dan was te verwachten dat we zouden afbreken en dat we morgenavond eerst zouden moeten voortzetten. De stelling was nog vrij ingewikkeld en stellig zouden we nog 2 of 3 uur minstens moeten spelen om tot een definitief resultaat te komen. Ik waardeer het daarom ten zeerste dat Arjegin op dit ogenblik het remiseaanbod dat ik al een paar zetten vroeger heb gedaan, dat hij dit remiseaanbod nu wel heeft willen aanvaarden en mij nu eindelijk teruggegeven heeft de rust die ik 3 maanden lang heb moeten ontberen. Ik vind het buitengewoon dat u alle in zo grote getalen bent opgekomen. Het is een gebeurtenis geweest voor schaakspelend Holland zoals we nog nooit tevoren hebben gehad. En dat danken we in de eerste plaats aan het schaakminnend publiek. Ik vind nog altijd de hoofdzaak van deze wedstrijd dat het schaakspel supporters gewonnen heeft. En wat betreft het, wat ik zou noemen het nevenresultaat, dat ik wereldkampioen ben, dat verheugt mij natuurlijk wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet het idee dat ik het heel lang zal zijn.